jongens, we zijn eventjes op de home course, de Lage Vuurse. We gaan even naar mijn coach Inder toe. Eventjes een flesje champagne ontkurken. Kom maar mee. Nou lief. Manlink. Lekker winters aangekleed weer. Oh, het is wel fris hier. Het is frips. Heel fris. Het is frips. Lief, waar heb je je paard geparkeerd? Deze grappig. Ik ben zo oud te worden. Oep. Ik stap zo de modder in. En terecht, denk jij. Hey, son. Pop de champagne, mate. Ja, lekker, man. Mooi. Ik heb er niet aan getwijfeld. Never in doubt once it was in, right? Nee. Ja, was wel even knijpen, hè? Nee, valt er mee. Ik denk dat Danielle het ook wel redelijk relaxed had. Ja, we zaten net op de roof te kijken in de auto. Ik ben blij dat ik er niet bij was. En ze heeft de hoogste strain ooit heeft ze gehaald, zonder ook maar een meter. Om iets fysieks te doen. Ja, precies. Pure stress. Ja, echt pure stress. Ja. Kijk eens aan, het staat gewoon lekker, al man. Klaar. Natuurlijk. Mooi. Kijk dan, wat een feest. Dankjewel. Ja, ja. Ja, ja. Pop it. Ja, dit is wel het vieren waard, toch? Lijkt me. Ja, zeker. Een beetje maar. Grote stap. Als je dit niet viert, dan nee, houd het op. Nee, dan... Nee, dit is het vieren echt waard. Je hebt toch meerdere jaren naartoe gewerkt, hè? Een paar keer aan de verkeerde kant van de lijn gezeten. En nu aan de goede kant. Ruim. Ja. Komt ie, lief. Wow. Lekker. Lekker. Hoppakee. Dankjewel. Ja, erbij. Gelijk heb je. Hard voor gewerkt. Even de stress wegdrinken. Kunnen slapen? Ja, wel prima. Ja? Maar het is gewoon relaxed. Die vlucht naar huis was ook lekker. He? Ja, was top. 2 jaar geleden zaten we heel anders in het vliegtuig. Mooi, hè? Het was wel een tranendal, kan ik je vertellen. Ja. Hey. Proost. Cheers. Dankjewel voor je hulp, jongen. Grote klasse. Ja. Tot volgend jaar. Ja, zeker. We gaan door. En hoe smaakt dat overwinningssap? Ja, lekker. Zo begin ik meestal mijn dag voor. Prins Bernhard ook, hè, geloof ik. Ja, mooi, man. Ja, lekker, man. Nou ja, je doet het voor. Maar ook gewoon... Ook door, weet je wel. Je wordt ook weer geïnspireerd en andere spelers om je heen daar. Tuurlijk. Waardoor je ook weer naar een hoger plan kan tillen, weet je wel. Ja, dat is het. En dat ging gisteren ook nog wel even door mijn hoofd. Dat ik dacht, jezus, toch niet nog een jaar challenge doen, man. Ik bedoel, ik vind... Waar we het de week ervoor ook over hadden hier. Ja. Ja, die... Ik voel al gewoon een andere energie, dat je naar die European Tour, dat is gewoon anders, weet je wel? Nou ja, dat zei ook al Bernardus, hè. Alles is... Ja, man. Het spelletje blijft hetzelfde, maar toch is het anders. Hè? Ja, andere spelers, hoger niveau, vettere banen. Ja, dat daar... Nou ja, het voordeel is dat je al je kaart ooit hebt gehad. Dus hè, het is wat dat betreft niet helemaal nieuw, hè? Nee, zeker. Vorig jaar ook veel toernooien gespeeld natuurlijk op de European Tour en ook veel jongens die daar rondlopen, die ken je ook gewoon, weet je wel, van de laatste jaren. Die nu wel even doorgepakt, een aantal ook niet natuurlijk, maar... Die vorige keer dat ik mijn kaart had, was ik echt gewoon een groentje en echt onervaren. Ja. Ja, dat is nu wel anders. Ja. Ik ga er echt gewoon met een ander gevoel naartoe nu. Ja, je bent van ver gekomen. Hè? Zeker, zeker. Earned it the hard way. En zo voelt het ook wel.
Maar ja, dat maakt het extra mooi ook eigenlijk. Tot de laatste put, hè. Ja. Letterlijk. Hey, lief. Schatje. Zo lopen ze niet vaak over de laag vuurtje. Zo nou niet? Nee. Kijk dit gaan. Bubbel in de hand. Nou, was wel goed, hè? Heerlijk. Leuk. Inner, fantastisch gedaan. Dankjewel. Yes. Ook van Daan. Daan die voelt hem al zitten. Mooie momenten moet je vieren, ja. Zeker weten. Eén, anderhalve champie op een lege maag, dat voel je. We hebben echt Ik wel. Ik ben niet getraind. Nou, ik voel het ook hoor. Maar we hebben ook niet zo heel erg veel gegeten de afgelopen anderhalve dag, denk ik zo. Nee. Er kwam echt geen hap doorheen. We hebben nog even een cadeautje voor de maestro, want als we winnen, dan mogen we een mooie plaat in elkaar zetten. We hebben natuurlijk gewonnen dit jaar, de Irish Challenge. Dus we gaan nog even naar Inde toe om deze plaat te overhandigen. Yo! Yo! Gefeliciteerd! Ja, bedankt Rob. Sorry, ik had het even niet zo snel in de gaten. Komt helemaal goed, Rob. Okay. Ik heb hier nog wat moois voor je. Oh, nou leuk. We hebben natuurlijk gewonnen dit jaar. Ja, hij en jij. Ja. Nee, wij. We doen het met elkaar. Ik ga hem nog even signeren voor je. Dan krijg je wel een mooi plekje. Maar deze is voor jou. Dankjewel. Hey, super, super. Nou, hier lag de basis aan die tourkaart. Ja, zeker, zeker. Heb je hier een stift of niet? Sharpie?